Ja, 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 hier is Vissie weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van Hoger Lager. Jawel, vandaag moet ik 2 keer de Sentry Gun halen. Want ik ben daar aangekomen. 2 keer 800 punten. En nou, op zich, dat lijkt niet zo moeilijk, maar... Nou, het kan best wel pistol zijn, toch? Het ligt maar net aan hoe ze spelen, natuurlijk. Ja, we gaan toch langzaam omhoog, dus het zal wel echt steeds moeilijker gaan worden. Maar dat maakt het ook wel leuk hier... Hiermee natuurlijk. Haal ik het niet, moet ik dus volgende keer weer een stapje lager. Haal ik het wel, mag ik weer een stapje hoger. En zo gaan we langzaam richting die swarm. En ben ik al genijfd, echt waar? Oh, mijn knife runner. Oh nee, dat haat ik toch ook echt zo erg, hè. Dat haat ik gewoon. Een knife runner. Even kijken. Oké, ik moet er... Wow, what the fuck was dat? Securing C. Be locked out. Hi. Securing Charlie. Be advised, hostile UAV in. Oké, even kijken. Ja. UAV inbound. What the fuck, kom jij daar vandaan? Oh, ghost. Maar, die gasten doen ook heel weinig. Die gasten doen weinig. Die gasten doen eigenlijk helemaal niks. Zo. Doe dat. Hey! Oh-oh, oh-oh. Wat? Oh, ik ben gered. Ik ben gered. Even kijken, je pack C4, dus... Oké, luisteren. Goed kijken. Oh, niet nou een rare. Domme ding. Nou, dat niet. Want we hebben de cap alweer. En als het goed is, komen ze via, denk ik, die kant. Via de. Ja, die kant. Dat zeggen jullie helemaal niks natuurlijk. Maar via deze kant. Via die kant. Ja, dat is leuk om te zeggen, hè? Via die kant. Via welke kant is die kant? What the fuck? Wow, die gast lekte. Oké. Oké, oké, oké. Oké, oké, oké. Oké, doen we het zo. Hallo. Hallo. Als jullie me willen killen. Of ze willen die cap pakken, dan hebben ze in ieder geval een lachertje. Hebben ze ook wat. Oké. Okay. Wow, veel snipertjes trouwens. Ja. Hij gaat best wel lekker. Oh, oké. Ik schrok me op de tyfus! Serieus, ik schrok me de tyfus. Op een striekie. En ben ik wel dood gegaan, hè, door dat gezeik. Oké. Okay. Ja, lekker, jongen, Centricun. Doe je werk. Flik het toch op. Knife runners. Ja, dat is al best. Ja, maakt niet uit. Ghost Boys natuurlijk. Kijk, wel gehitmarkerd. Dat telt ook mee. Ik hit hem dus. Godverdomme! Flinchboy! Jezus! Ah, oh, kom op. Ik spawn hier. Zit dat... Oh, shock aids. Flikker toch op! Oh, dat meen je niet, hè? Oh, dat haat ik ook echt. Dat haat ik nou echt. Heel erg. Mensen die dus met overkill spelen. Omdat ze niet kunnen snipen, gaan ze maar switchen naar een andere. Zo, heb je ook wat? Oh, kom jij met je... Oh, jij wil flanken? Jij wil flanken, hè? Jij wil flanken, ja. Kom maar hier, hoor, Chris. Kom maar hier. Hup. Hi. Headshot. Oké, nou. Niet zo handig trouwens dat hij zijn... Orbital VZ had ingezet. Op
Het moment dat wij, ja. Dit hadden dus. Oké. Even weg. Losing Alpha. Oké, okay, tied! Hé, hey, dat is dat gebeurt niet vaak dat ik een tie heb. 14-6. Oeh, waarom lijkt het ook zo, jongens? Die gasten. Zie niet hoe. Je moet trouwens gaan achterlaten wanneer ik het voor het eerst niet ga halen. Laat dat maar eens achter. Want het gaat zeker komen. Oh, ik heb trouwens ook geen host. Dat is wel jammer. Even kijken. Laten we gaan. Het is weer 50 punten. Zijn zeg maar halverwege. Laat hem maar voorgaan. Ik ga wel flanken. Is hij daar dood? Ja, ik durf niet aan te vallen. Als ik heel eerlijk ben. Waarom hebben we geen mensen met UV's? Dat is ook lastig gegaan. Normaal zou ik zeggen, nou Chris, gebruik ook een UV. UV, counter UV, of weet ik veel. Maar dat mag ik niet gebruiken. Oké. Oh nee! Wat godverdomme, dat meen je niet! En ik word ook helemaal gek van de LMG's, hè. Daar word ik ook helemaal fucking gek van. Muzzle! Hufter. Be advised, hostile UAV incoming. Zo. Zo. Wow! Kom op nou zeg! Dat motherfucking gecamp met Ghost! Die all flags. Is ook niet zo handig hoor. Ja, dat durft niet, hè? Man. Oh, dan ga ik kwitten. Jezus! En nu? Oh! Steltrooper? Nee! All flags secured. Maintain current posture. Oh my god! Steltrooper! Nee! Ook een beetje opletten. Tik, tik, tak, tik, tak, 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 tijd. En het duurt heel lang hoor, dit. Oh, host migration. Ik ben host geworden. Op zich is dat dan wel weer lekker. Maar kijk eens. Oh, dat balkje. Oh my god. Oh! Nee! Ik zie toch hele klem. Oh, daar zit een sentry gun. Be advised,
Ja! Ha! Motherfuckers! Oké. Fuck die nederlaag dan maar. Jou ben ik ook helemaal klaar mee. Oh, tactical insertion. In die hoek. Oh. Motherfuckers. Wat een figuren dit dan. Oh, snipey, snipey, snipey. Snipey, snipey, snipey. Hup, eigenlijk spondo, denk ik. Yep, 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 yep. My fucking god. Deze stond me echt in de weg, hoor. Fuck dominated. Ja, wil je capture? Oh, dan ga ik capture. Voor de show, want ja. Oh, dan word ik gesnijpt ook nog. Jack Sparrow, die is aan het snijpen. Dat is ook mooi. Nou. Helaas hebben we verloren. En zijn nog kwit ook nog op het einde. Ja, dan ga je erom. Ga je lekker kwitten. Ja, toch? Ga je lekker kwitten. Nou. Sorry voor het hoesten nog steeds. Maar ja, af en toe heb ik zo'n momentje. Heb ik gehaald dus in ieder geval. Dus we moeten volgende keer weer een stapje omhoog. Yes, want dit ging al soepel. Jezus, mensen. Volgende keer ga ik... Wel, wat krijgen we hier nou? Ik weet helemaal niet die scorestreaks niet meer. Ik weet in ieder geval de Zentergun. En... daarna krijgen we... Wat krijgen we daarna ook weer? Ik had twee keer plotters die trouwens. Dat klopt ook wel. Een soort streak natuurlijk niet gehaald. Wat krijgen we hierna? Oh, dan krijgen we de Dead Machine. Oh, die is 850 punten. 50 punten omhoog. Totdat trouwens de 1500 punten hebben. Deze, de Lodestar. Die moet ik dan twee keer halen. Dus dan moet ik denk ik de Wardog één keer halen. En de Wardog moet ik dus nog twee keer halen. Dat lijkt me wel een stuk lastiger. Ik zou zeggen, jongens, geef me een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye.